allemaal, hier ben ik weer, Dilara Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet, zodat je meldingen krijgt als ik weer een video upload. Nou, ik ben vandaag weer bij een heel bijzonder mens. Zijn naam is Theo Nooyen. Nou, hij heeft een hele bijzondere geschiedenis. En hij heeft heel veel kennis in huis wat stralingen betreft. Nou, Theo, vertel, hoe is het allemaal begonnen? Hoe is het allemaal begonnen? Het is begonnen met het meten van straling. Mm-hmm. En ja, hoe begin je met meten? Daar ben ik eigenlijk speelderwijs mee begonnen. Mm-hmm. Met wateraders opsporen. Mm-hmm. Heb ik van iemand gezien, mm-hmm, hoe dat je dat deed. Toen dacht ik van, nou, dat kan ik ook eens proberen. Toen heb ik een wiggelroeder gemaakt. Want die man had dat ook. En toen ben ik dus ook op die punten gaan meten waar die man had gezegd van daar lopen waterraders. En op een gegeven moment voelde ik dat die wiggelroeder werkte. Zo leer je omgaan met de wiggelroeder. Maar de wiggelroeder kan eigenlijk helemaal niks. Waar het om gaat is eigenlijk je reactie van je lichaam. Mm-hmm. De wiggelroeder registreert wat er met je lichaam gebeurt. Okay. Als je over water heen loopt met de wiggelroeder, dan gaat je lichaam reageren. Mm-hmm. En je reageert op een verandering van energie. Als de aarde in één keer verandert omdat het water stroomt, dan zegt je lichaam, hey, er gebeurt iets. En dat registreert de wiggelroeder. Oké, en wat is een wiggelroeder? Dit is een wiggelroeder. Ja. Het zijn meerdere vormen. Mm-hmm. Maar de wiggelroeder vertaalt de beweging die in je handen gebeurt. Oké. Als ik ergens over een waterader loop. Ja. Dus het lijkt net een stukje ijzer gewoon, hè? Of het is gewoon een stukje ijzer. Ja, okay. Ja, maar die reageert op de spiertrekking in mijn hand. Mm-hmm. En die spiertrekkingen reageren op iets, op een energie. Okay. Op een verandering van energie. Okay. En dat kan bijvoorbeeld water zijn. Maar dat kan ook zijn, in de loop van tijd heb ik geleerd om meerdere energieën te meten met zo'n wiggelroeder. En dan kom je tot de ontdekking dat je heel veel kunt meten. Ja. Er is heel veel energie. Dus je kunt de energie meten van kosmische lijnen, leelijnen. Mm-hmm. Je kunt de energie meten van de aarde, mm-hmm, hè? Verstoringen in de aarde, bijvoorbeeld door wateraders. Mm-hmm. Je kunt de energie meten van menselijke lichaam. Mm-hmm. En altijd komt die wiggelroeder eigenlijk, die werkt zodanig dat hij registreert wat er met mijn lichaam gebeurt als ik bij een andere energie in de buurt kom. Oké. Okay. En dan trekt hij naar rechts of naar links, of wat doet hij dan? Ja, dan voel je hem of naar links of naar rechts trekken, maar je voelt meestal dat hij aan één kant gaat reageren van je hand. Okay. Of rechts of links. Okay. En dat rechts of links, dat bepaalt weer van de aard van de energie. Mm-hmm. Je rechtse hand, die reageert op yang-energie. Mm-hmm. Oftewel op magnetische zin, op een zuidpool. Mm-hmm. Je linkshand reageert op yin-energie. Mm-hmm. Dus als die yang- en yin-energie niet gelijk is, mm-hmm, dan gaat je wiggelroeder daarop reageren. Oké. En wat zou je er dan kunnen doen? Stel dat je dus yang voelt bij die persoon. Ja. Wat kun je dan doen? Want nou, yang was een mannelijke energie, hè? Zoals je dat is een mannelijke energie, ja. Klopt. Dus dan, dan vindt er een soort verstoring plaats, mm-hmm, wat echt de overhand heeft in de yang-energie. Mm-hmm. Dan kun je daar iets aan doen om dat weer in balans te brengen. Mm-hmm. En dat balans brengen, dat heb ik eigenlijk geleerd bij Philips. Okay. He? Daar heb ik leren werken met magnetische velden. Hoe lang heeft u gewerkt bij Philips? 35 jaar. Zo, 35 jaar? Ja. En vertel, wat heeft u daar allemaal gedaan? Interessant. Ja, daar moesten wij onder andere hebben dus heel veel metingen verricht. Mm-hmm. Controlemetingen, maar ook ontwikkeling, beeldwijze ontwikkelen. Mm-hmm. Daarbij hadden we te maken met magnetische velden. Mm-hmm. Want die waren zo belangrijk, omdat een magnetisch veld in Australië anders is dan in Nederland. Okay. En als een beeldwijze in Nederland werd gemaakt, mm-hmm, en je zet hem in Australië neer, dan verander je van kleur. Oh, hoe kan dat? Dus vanwege die magnetische velden? Vanwege de magnetische velden. Mm-hmm. De magnetische velden over de aarde zijn overal anders. Oké. Okay. Dus wij hadden de mogelijkheid bij Philips om een India magnetisch veld in die beeldbuis te bouwen. Okay. Dat hij de goede kleur kreeg als je in India stond. Dus wij konden werken met magnetische velden. Beïnvloeden. Wauw.
En als je weet hoe het werkt, hoe de magnetische velden kunnen beïnvloeden, dan mm-hmm. kunnen we dus ook de energie neutraliseren van overal waar we zijn. Ja. Ja, van water, aarde bijvoorbeeld, hè, mm-hmm. of bij de mens. Mm-hmm. Dus die techniek die heb ik dus bij Philips geleerd. Wauw. En daar hebben ze dus, wat gebruikten ze daar dan voor? Om die beeldbuis dus een andere kleur te geven? Of in ieder geval de goede kleur in India of in Australië? Want nou, als dat verkleurt, hoe doen ze dat dan? Om dat te veranderen naar het neutrale? Dan bouwden ze in de hals van de beeldbuis bouwden ze een ringetje. Mm-hmm. En dat ringetje werd gemagnetiseerd. Okay. Dus met een bepaald soort magnetisch veld van mm-hmm. India. Hè, werd nagemaakt. Het India magnetisch veld werd nagemaakt. Hoe maken ze dat na? Nou, om dus het te kunnen meten. Dan gaan ze naar India door en meten ze daar hoe het veld is. Ah, ze meten de aantal frequenties of zo? Of wat meten ze? Ze meten daar de veldsterkte. Oh, oké. Okay. Afhankelijk van die veldsterkte, hoe hoog het die is, die stoppen ze dan in een ringetje. En dat ringetje maken ze in Eindhoven. Uh-huh. En het ringetje stoppen ze in de beeldbuis. En die beeldbuis gaat dan naar Australië. Oh, wat interessant. En dan heeft hij daar het goede magnetisch veld. Ja, dus dat hier daarom kun je als wetenschap gewoon zien dat het wetenschappelijk is, dat overal een magnetisch veld is. Ja. Ja, ja. Ja, en een mens heeft ook een magnetisch veld, hè? Onze aura. Uh-huh. Nou, dan kun je heel keurig meten met de lichtdoelen, dan kun je de aura meten. Uh-huh. Waar ergens dat er eventueel een verstoring zit in de aura. Uh-huh. Het lichaam geeft het zelf aan, uh-huh. in kleuren vaak. Mm-hmm. Maar kleuren, dat is energie. Mm-hmm. En energie gaat altijd gepaard met magnetische velden. Mm-hmm. Okay. Dat is een natuureigenschap. Ja. En op magnetische velden, daar reageert de wichtdoelen op. Oh, dus, en dan ga je meten, dan ga je lopen en dan voel je dat er ergens een magnetisch veld is. Ja. Omdat hij rechts of links trekt. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Ja. En dan, wat je dan kunt doen, is zo'n verstoring van een magnetisch veld, mm-hmm. die zou je dan kunnen neutraliseren. Okay. En neutraliseren doe je dan met de kennis die ik opgedaan heb bij Philips, met die magnetische velden. Ja. Dus je brengt zelf een neutraal magnetisch veldje aan mm-hmm. op het punt wat je wilt neutraliseren. Oké, okay, ja, want ik zag, je hebt echt fantastische zelf ontworpen uitvindingen. Ja, dat kan ik het eigenlijk noemen. Eigen uitvindingen heb je gedaan. En echt geweldig. En ik hoop dan natuurlijk veel aan te kunnen bieden ook in de toekomst voor iedereen. En dat ze contact ook met je gaan nemen. Want, zou mooi zijn. Ja, ja, want mensen moeten dit gewoon weten. Hoe je natuurlijk die energie kan neutraliseren. Of in ieder geval dat het je niet raakt. Hè? Ja. Want dan voel je bijvoorbeeld zo'n mannelijke energie. Hè? Wat houdt die mannelijke energie of die vrouwelijke energie ook alweer in? De mannelijke en vrouwelijke is symbolisch. Mm-hmm. Hè? Mannelijke staat voor geven. Okay. Hè? En vrouwelijke staat voor ontvangen. Oké. Okay. Mm-hmm. Mannelijk geven is eigenlijk de vorm van yang-energie. Mm-hmm. Hè? Yang en yin. Mm-hmm. De yang is de gevende kant. En de yin is de ontvangende kant. Okay. En energie moet stromen. Mm-hmm. Als energie niet stroomt, heb je geen energie. Mm-hmm. Dus die stroomt van yang naar yin. Okay. Dus van het geven naar het nemen. Ja. En dat geldt ook voor onze handjes. Als je iemand magnetiseert, mm-hmm. Dan magnetiseert hij met de rechts- en linkse hand. Mm-hmm. Dan laat je de energie tussen stromen. En met de rechtse hand komt de energie uit te wezen. Ja. En de links ontvangt. Mm-hmm. En als je daartussen gaat zitten, dan krijg je die energie. Ja. En dat noemen ze magnetiseren. Mm-hmm. Ja. In wezen gebeurt er met die neutralisatie die ik gemaakt heb, mm-hmm. eigenlijk hetzelfde. Ik heb dergelijke soort energie, mm-hmm. heb ik daar ingebouwd. Mm-hmm. Met de techniek van de beeldbuizen. Ja. Heb ik dat magnetisch veld ingebouwd, dat het stabiel blijft. Mm-hmm. Als zo'n magnetisch veld, zo'n neutralisator, bij een apparaat komt, dan is die neutralisator is de baas. Die zegt van nee, ik ben netjes yang en yin. Ik ben netjes Noordpool-Zuidpool. Mm-hmm. Jij bent niet netjes Noordpool-Zuidpool, mm-hmm. maar ik ben de baas. Ik maak hier nette Noordpool-Zuidpool van. Ja, wauw. Dus zo kun je dus een energiebron, hè, zo'n mm-hmm. kunstmatige energiebron, mm-hmm. kun je dus neutraliseren. Ja. En wat gebeurt er dan als je het neutraliseert, dan heeft je lichaam daar geen last van. Mm-hmm. Het lichaam reageert alleen maar op als iets uit balans is. Mm-hmm.
ik snap het helemaal. Als ik uit balans ben, dan kun je het voelen. Ja, klopt. Daarom voelen mensen ook zoveel. Dus als er bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje binnenkomen, ergens in een kamer of zo. Ja, voelt het goed aan of voelt het goed aan. Ja. Ja. Of die mensen vind ik wel leuk, of die ander niet. En dan hoef je nog niet eens met elkaar gesproken te hebben. Nee. Ja. En als je dan te veel yin hebt of te veel yang, wat moet je dan doen? Dus... Nou, daar heb ik dus die balans voor gemaakt. Okay. Met de techniek van die beeldwijzer. Mm-hmm. Een balans gemaakt en die is dan in de vorm van een sticker. Mm-hmm. Mm-hmm. Die sticker heeft een balans. Ik zal het zo wat beter inzoomen, ja. Er zit een magnetisch veld in waar dus de Noordpool en Zuidpool gelijke sterkte hebben, waar die yin en yang dan gelijk is. Okay. Als je die op een apparaat plakt, dan is deze sticker de baas. Okay. Die zegt van, jouw magnetisch veld is uit balans, daar krijgen mensen last van. Mm-hmm. Deze sticker die mengt zich met het magnetisch veld van de kunstmatige stralingbron, en die maakt er één magnetisch veld van wat in balans is. Okay. Hij is de baas. Okay. Dus als je dat op je mobiele telefoon of zo zet, dan houdt dat gewoon straling tegen? Houdt het niet tegen, maar het neutraliseert? Het neutraliseert. De straling kun je niet tegenhouden. Dat kan momenteel nog niemand. Okay. Ja, je kunt hem alleen maar tegenhouden als je de stekker eruit trekt of uitzet. Mm-hmm. Maar de magneetvelden die zijn gewoon aanwezig op het moment dat er energie is. Okay. Zeer interessant, hè? Want, dus hier hebben we de uitvindingen. Dus de eerste zijn de grote stickers. En dat de grote stickers zijn voor antennes, zendantennes. Voor de grote zendantennes die overal staan, zeg maar, die 20, 30 meter hoog zijn. Mm-hmm. Of soms op flatgebouwen staan. Mm-hmm. Zijn deze stickers voor. Het neutraliseren werkt tot 3 kilometer ver. Oh, wauw. De volgende is voor je huis af te schermen, buitenkant. Mm-hmm. Voor wijze van spreken wifi's die in de buurt zitten. Mm-hmm. Of winkelcentrum die allemaal wifi's buiten hebben hangen. Mm-hmm. Misschien in de toekomst 5G-antennetjes. Mm-hmm. Hè? Want als 5G doorgaat, komen overal antennetjes mm-hmm. staan. Mm-hmm. Die komen heel dicht bij huis. Mm-hmm. En daar is dit blokje ook voor. Okay. Deze is een telefoonneutralisator. Mm-hmm. Die komt tussen de folie en de achterkant van de telefoon te liggen. Mm-hmm. En die stekker die neutraliseert. Okay. Deze kleine stekkertjes zijn voor elk apparaat in huis. Dus een huis af te schermen. Bijvoorbeeld een wifi te beginnen. Mm-hmm. TV, digitale kastjes, routers, wifi-versterkers soms. Mm-hmm. Sommige huizen hebben 3 wifi-versterkers. Mm-hmm. Op elk apparaat moet zo'n sticker komen om elk apparaat te neutraliseren. Okay. Omdat tegenwoordig heel veel apparatuur in huis is. Heel veel draadloos. Tablets bijvoorbeeld, laptops. Die plak je mooi op de onderkant, mm-hmm. je ziet er niks van. Mm-hmm. Dan krijgen we de volgende afscherming is persoonlijk afschermen als je dus niet in huis bent. Mm-hmm. En je hebt alles afgeschermd, maar je gaat het winkelcentrum in. Of je gaat in de bus of in de trein. Of je zit in de auto met allemaal mensen die zitten te telefoneren. Mm-hmm. Daar kun je last van krijgen. Ja. En daar is een persoonlijke afscherming voor gemaakt. Okay. En dan moeten we in eerste instantie beginnen met deze. Okay. Dus de persoonlijke afscherming als hanger. Die hang je op je hart. Mm-hmm. Er wordt deze afbeelding bij. Mm-hmm. Die hangen op je hart, die zorgt ervoor dat je lichaam niet gaat reageren op de straling. Okay. Omdat je deze 's nachts niet zo gemakkelijk aan kunt doen, omdat die van je hart afvalt, met een koordje, als je verzijde gaat liggen, heb ik dus voor 's nachts een enkelband gemaakt. Dat is deze. Een enkelband voor 's nachts, die doe je om je linker enkel, mm-hmm. want dat is de afvoerende kant van je lichaam, mm-hmm. dat is de yin-kant, mm-hmm. die voert de druktes in je hoofd door die straling, voert die af. Okay. Maar je kunt er ook beter van slapen. Sommige mensen die weten helemaal niet waarom ze druk in hun hoofd zijn, het kan wel straling zijn, maar het kan net zo goed van een boek lezen of van de televisie zijn. Hè? Ja. Of nog heel erg lang voor de computer gezeten, actief geweest. Dus
Deze heeft rust in het hoofd. Okay. Al, of en niet, aan je linkerbeen? Linker enkel. Linker enkel. Ja, je kunt het hier zien. Hè? Ja, het staat allemaal bij de vogeltjes. Ja. Ja. Dan als persoonlijke hanger de armband die om kunt doen. Mm-hmm. Dat kun je doen in plaats van de hanger. Als je dat prefereert, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Voor kinderen is het vaak fijn om een armband te hebben. Mm-hmm. Dus die armband is ook een afscherming, een persoonlijke afscherming voor straling. Dezelfde functie als de hanger. Maar bij kinderen kan het soms fijn zijn om de pols te hebben. Mm-hmm. Dan als allerlaatste heb ik een neutralisator gemaakt voor wateraders. Oké. Okay. Ja? Dus mensen kunnen op wateraders soms hun bed hebben staan, mm-hmm. of juist waar ze zitten, in mm-hmm. de huiskamer. Mm-hmm. En dan is zo'n blokje, die neutraliseert mm-hmm. de uitstraling van zo'n waterader. Ja. Dan heeft je lichaam daar geen last van. Dat is eigenlijk de hele doelstelling met al die neutralisators, dat je lichaam niet gaat reageren. Oké, want je kan er natuurlijk van verstoord raken, hè, met de energie. Ja, je lichaam raakt er verstoord van allerlei zaken. Ja. En het is maar net hoe lang jij er tegen kunt. Hè? Ja. Nou, dit is de uitvinding van de eeuw. Vind je? Ja. Bestaat zoiets eigenlijk al? Of, Nou, op deze manier niet. Nee. Ik heb het nog nooit gezien. Nee, maar dat komt. Het heeft ook weer te maken met mijn voorgeschiedenis. Mm-hmm. Toen ik wiggelroer kon lopen, mm-hmm. Ben ik eigenlijk langzaamaan een radiothecist geworden. Een radiothecist betekent dat je dus straling in het algemeen kunt meten. Mm-hmm. Dus je kunt heel veel meten. Mm-hmm. Ik heb bij het meten van menselijke lichamen heb ik dus ontdekt hoe dat magnetische velden werken. Mm-hmm. Waar een mens last van heeft. Mm-hmm. Dus daar heb ik die ervaring op gedaan van wat moet er gebeuren om iemand weer de energie neutraal te maken. Ja. En toen dacht ik van, hé, daar heb ik natuurlijk mijn kennis van. En dat kan ik omzetten voor die mensen om die te helpen. Ja, juist. Dus in het natuurkunde verhaal komt het eigenlijk op neer dat je inhomogene magneetvelden mm-hmm. weer homogeen maakt. Oké, wat is inhomogeen? En inhomogeen betekent gelijk. En inhomogeen betekent niet gelijk. Oké. Inhomogeen magneetveld betekent niet gelijke poolsterktes. Okay. En daar heeft de mens last van. Dat verstoort een andere energie. Mm-hmm. En kan dat ook, dat kan dus, hè, dat in wateraders, dat zijn dus, hè, voor de mensen die even niet weten wat wateraders zijn, dat zijn dus rivieren die onder je huis door kunnen lopen. Ja, het zijn hele kleine stroompjes, kleine riviertjes. Okay. En die lopen overal. Mm-hmm. Maar als je net toevallig rond om je huis lopen mm-hmm. en je slaapt er net op, ja, dan kun je slecht slapen. Oké, dus dat kan ook want water, althans een waterrivier, die niet door de natuur is gemaakt, hè, mm-hmm. die kan je energie verstoren. Ja. Oké, dus, en dat kan ook dus, als je dat dus niet weet, dat kan dus een reden zijn waarom je dus niet lekker slaapt. Juist, ja. Okay. Ja. En dat dus kun je meten dus? Ja, en daar heb ik ook heel veel ervaring mee op gedaan. En veel mensen die hebben mij gebeld van, kom eens meten, want ik slaap slecht. Ja. Of mijn kind slaapt slecht. Hè. Mm-hmm. Kind huilt s'nachts altijd. Op die manier heb ik heel erg veel opdrachten gekregen en ervaring opgebouwd. Mm-hmm. En soms ook wateraars opsporen, omdat mm-hmm. iemand iets wil doen met die wateraars. Mm-hmm. Een put slaan bijvoorbeeld. Mm-hmm. En hoe spoor je dat op dan met die wiggelroede? Hoe weet je nou dat het een waterader is? Ja, dat is dan ook een beetje ervaring, want er zijn meer energieën die lopen. Mm-hmm. Maar je moet dus, je moet eerst, als je een bepaald punt vindt van, hey, hier verstoort iets, mm-hmm. dan moet je gaan lokaliseren hoe het, of de lijn is, mm-hmm. of is het een bron. Mm-hmm. Hè? Als het een bron is, dan gaat die in de ronde uitstralen. Mm-hmm. Als het een riviertje is, of een waterader, dan loopt die meestal of een korte stuk recht. Okay. Dus kun je lokaliseren, als je daar loopt, moet je ook daar lopen. Dus dan ga je kijken hoe dat die loopt. Als je drie punten gevonden hebt ongeveer, dan weet je gewoon dat die daar loopt. Oké, dus dan voel je natuurlijk. Maar wanneer is het water en wanneer niet? Dus als je rechts trekt of links trekt, of hoe ervaar je dat? Water is yin. Oké. Okay. En yin kun je meten met je linkse hand. Oké. Dan ga je met je linkse hand, loop je naar de wateraden toe. Ja. Hè?
Dus dit gaat links. Ja. We lopen zo naar de waterraad toe, want daar heb ik iets gemeten. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Ik heb daar een waterraad, of in ieder geval een lijn gemeten. Mm-hmm. En dan ga je bij je linkerhand naartoe en links zal reageren op de water. Want je linkerkant is je yin-kant. Mm-hmm. En als yin met yin in aanraking komt, dan slaat hij om. Oh, wat apart. Ja. En als je met rechts in de dan zet je niks aan de hand, want yin en yang is neutraal. Okay. Dan weer hit het lichaam niet. Okay. Hij zegt yin en yang, oh, is prima, mooi in orde. Ik ga er niet op reageren. Mm-hmm. Maar dat is het nou juist. Die yin-kant of die yang-kant, mm-hmm. als die gaat reageren op je lichaam, mm-hmm. dan wordt je lichaam beïnvloed. Mm-hmm. Want die zijn vaak sterker dan ons eigen subtiele veld. Ja, ik snap het, ja. Ja, want ook met die energie meten, met meetapparatuur is heel erg moeilijk. Ja? Hè? Ja. Omdat het heel subtiel is en heel laag is. Oké. Want je ziet wel eens mensen, hè, die hebben dan zo'n meetapparatuurtje en dan meten ze bijvoorbeeld 5G-straling. Ja. Hoe zit dat? Is dat correct? Ja, of is dat wel. Correct? Ja, dat is wel correct. Dat werkt correct. Okay. Ja. Okay. Maar er zijn veel sterkere velden. Hè? Ja. Ja. Maar van een waterademeter, daar kun je met zijn meter niet. Nee, want hoe doen ze dat anders dan? Infrarood of zo? Of helemaal niet? Ja, er zijn wel apparatuur voor, denk ik, om water te meten. Maar, dit is een goedkopere versie, een betere versie. Dit is een heel betrouwbare methode. Omdat je lichaam rechtstreeks aangeeft, ik heb er last van. Okay. Je voelt het. Okay. En dat is het eindpunt. Je lichaam voelt het, dus je moet iets doen. Ja. Een apparatuur zegt misschien, ja, het is 15. En dan moet je een tabel zoeken of 15 schadelijk is voor jou. Ja. En dan zegt die tabel 15, oh ja, nee, dus je moet iets doen. Okay. Dit zegt meteen, ja. Jongen, er is iets aan de hand. Ja, je lichaam reageert. Je geeft signaal uit. Ja. En dat is eigenlijk een rechtstreekse meting. Ja. Je kunt niet nauwkeuriger meten. Nee, dat is fantastisch. Dat je wilt dit doen pas op het moment dat jouw lichaam het voelt. Ja. Niet eerder. Nee. Want dan kun je alles wel doen, hè? Ja, dan blijven we nog allemaal. Ja. En pas als je lichaam zegt van, hé, dit gaat te ver. Ja. Nou, dan kun je het aanpakken. Okay. En als je woont op zo'n waterader, waardoor je dus onrustig slaapt, dan kan je dus zo'n sticker nemen en die plaats je dan in je huiskamer of in je slaapkamer, of waar zet je die dan neer? Dichtbij, ver weg? Ja, je moet hem ook weer niet bij je hoofd neerzetten natuurlijk. Okay. Maar gewoon ergens in de kamer is altijd goed. Ergens in de hoek of zo? Ja. Gewoon een vensterbankje. Ja. Oké, en dan zal je van veel meer rust ervaren omdat het neutraliseert. En het is natuurlijk al bewezen vanuit je werk, hè, wat je hebt gedaan met David Philips, dat het zo met je magnetische velden werkt. Ja. Ja, fantastisch, hè? Want een waterader is ook een verstoring van het magnetisch veld van de aarde. Ja, je bent niet voor niks dit werk gaan doen zoals je dat nu met je wil roepen. Het is niet voor niks met je geschiedenis dat je dit nu. Het is heel mooi dat het zo samen wordt. Ja. 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 Hoe prachtig is dat? Het is zo'n puzzeltje wat in elkaar valt. Ja. 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 Je lichaam reageert op inhomogene magnetische velden. Ja. Dan kun je ziek van worden. Mm-hmm. Wat ik doe is die magnetische velden homogeen maken. Ja. Hè, op die manier waar ik met Philips geleerd heb. Mm-hmm. Hè. De yin en yang, de noord- en zuidpool, gelijke sterktes. Mm-hmm. En die de baas laten spelen over zo'n kunstmatige stralingsbron. Ja. Of over zo'n waterader. Ja. Ja, want je hebt natuurlijk tegenwoordig nu heel veel mensen die echt allerlei soorten problemen voelen in hun lichaam. Die hebben veel last van straling. Hè. Vroeger hadden we natuurlijk niet het wifi en al die telefoons die we nu allemaal hebben. Nee. Dus ja, dat zal je wel merken ook. Hè, nu in je omgeving, dat mensen veel, denk ik, bij jou terechtkomen omdat ze zoveel klachten hebben. Heb je zelf ook in je omgeving mensen gehad die klachten hebben, of heb je zelf wel eens klachten gehad? Ik heb zelf ook klachten gehad natuurlijk, en ik kan mezelf een beetje meten en kijken wat ik ermee kan doen met mijn eigen neutralisators. Mm-hmm. Kan ik ook mijn eigen lichaam neutraliseren. Mm-hmm. Mooi, ja. Ja, dus daar heb ik ook eigenlijk weer heel aparte stekertjes voor gemaakt. Dat zijn ook neutralisators, die plak je op een punt. Op een pijnlijk punt, als je pols, bij wijze van spreken, geblokkeerd zit, plak ik daar een yang-stickertje op, wat yang-gericht is, mannelijk gericht is. Mm-hmm. En die lost dit probleempunt op. Okay. Ze brengt in balans. Ja. En als het punt in balans is, dan kan het lichaam energie weer stromen. Okay. Dan maakt hij zichzelf beter. Ja. Oh, wat gaaf. Ja. Ja. Ja, want het zijn natuurlijk allemaal gedachten, drukkende energieën die op jouw veld eigenlijk in jouw lichaam drukken. Ja, mensen met hoofdpijn of rugpijn,
chakras die pijnlijk zijn. Hè? Dus, ja. Wat vaak voorkomt is ook een... Wat er allerlei problemen ontstaan is bij de wortelchakra. Mm-hmm. De wortelchakra is de laagste chakra. Mm-hmm. Mm-hmm. Bij je stuitje, ja. Bij je stuitje. Staartbeen, ja. Ja. En daar zitten heel veel knelpunten. Ja. Die veroorzaken een heleboel in je lichaam. Mm-hmm. Omdat het niet doorstroomt. Mm. Dus je energie stroomt niet door. Ja, je moet doorstroomt naar aarde. Ja. Hè? Maar blijft zitten. Ja. Dus het klopt op. Mm-hmm. Met allerlei problemen van die. Mm-hmm. Dus je krijgt hoofdpijn of nekpijn. Of hart begint zeer te dun, bij spreken. En vaak heeft dat te maken met slechte doorstroming. Mm-hmm. Bij het stuitje. Mm-hmm. Okay, ja. Dus ja, goed, daar ben ik ook natuurlijk achter gekomen in de loop van tijd waar de meeste problemen zitten. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, en dat doe je dan zo'n stickertje opplakken? In principe is dat dezelfde werking. Okay. Hè? Maar het is wel anders, niet wel dit. Iets anders, maar in principe een disbalans in de energie brengt aan de yang-kant. Mm-hmm. Net als dat maakt die aan de yang-kant sterker is, mm-hmm. die kun je dan plakken op iets wat yin is. Okay. Dus dan breng ik dat weer in balans. Oh ja, wat mooi. Dus zo. Je hebt meer en dan heb je meer een yang en een yin. Dus dan heb je twee verschillende soorten stickertjes. Ja, verschillende soorten stickertjes. En dan kan je dat voelen, dus meten weer met een wiggel of zo? Ja, in wiggel kan ik meten of het yin of yang is. Oké. Okay. Dat kan bij jou ook. Nou, dat wil ik wel. Laten we even zien. Wat ben ik? Zit even in het doek. Ik moet eerst zeg maar uit jouw energie en dan erin. Oké. Ik zal een beetje afstand nemen. Ik kom er nou in. In eerste instantie meet ik een yang-energie bij jou, een uitstralende energie. Dat zegt verder nog niks, want je hebt verschillende lagen. Mm-hmm. Uiteindelijk moet bij jouw lichaam het lager komen, want daar zou je klachten kunnen hebben. Okay. Want je hebt verschillende aura-lagen, mm-hmm. dat weet je. Ja. Daar moet ik wel eventjes doorheen, anders kan ik niet verder constateren. Ik weet bij je hoofd een actieve uitstraling. Mm-hmm. Dat zou natuurlijk ook heel best kunnen, je bent natuurlijk intensief bezig. Ga je kijken waar het vandaan komt. Het komt van de rechtse hersenhelft. Okay. En vermoedelijk, daaruit dus nou even kijken, vermoedelijk komt het van de hippocampus. Mm-hmm. En die slaat bepaalde dingen op in je geheugen. Okay. Dus emotioneel geheugen. Okay. Want dan meestal iemand komt hier en die heeft bepaalde klachten. Mm-hmm. En dan vertel ik mijn verhaal, wat ik meet. En dan kijk ik wat zo iemand zegt van ja. Dat zou kunnen, want ik ben druk in mijn hoofd. Mm-hmm. Ik kan slecht slapen, bij wijze van spreken. En ik kom elke keer dezelfde dingen naar boven. Mm-hmm. Hè? Of ik ben een denker of maler. Een maler, bij wijze van spreken. Elke keer komen dezelfde dingen die je ooit meegemaakt hebt. Mm-hmm. Lichaam slaat dingen op. Mm-hmm. Vooral gevaarlijke dingen slaat je op. Mm-hmm. Hè? Angst. Mm-hmm. Want let op, dan moet je de volgende keer niet meer meemaken. Mm-hmm. Hè? Pas op. Mm-hmm. Maar daar wil je niet de hele dag mee geconfronteerd worden. Nee. Klopt, ja, je wilt niet blijven malen in je hoofd. Ja, je wilt rust hebben. Ja. En, dus ik constateer niet helemaal een rust in je hoofd. Oké. Okay. Nou kan ik even kijken, dus daar meet ik dus wat druk. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat de drukte blijft zitten, mm-hmm. dat het niet lekker doorstroomt. Mm-hmm. Dan ga ik bij jou... wortelchakra meten en dan kijk ik of die doorstroming wel goed, of je goed geaard bent. Ja. Want als je niet goed geaard bent, dan bouw je op. Ja. En vooral de zwakke punten, die komt het eerste aan bod, zoals altijd. Hè? Ja, ik snap het. Dan moet je even omdraaien. Ja. Zo. Ja. Ik kom bij jouw wortelchakra uit. Mm-hmm. Dat doe ik in eerste instantie eventjes met mijn handen. Mm-hmm. Want de wortelchakra is slecht doorlatend. Okay. Een beetje geblokkeerd. Okay. Dat betekent dus dat het blijft zitten. Okay. Niet lekker weg kan. Okay. Dan kan ik met mijn rechterhand kan ik dat eventjes in balans brengen. Okay. Nou, heb ik het gedaan. Oh, helemaal goed. Maar dat blijft niet, want jouw lichaam is de status. Je zegt van, ja, mooi, dat heb ik al langer. Ja.
kom je niet echt met je haakjes vanaf. Ja. Dus het moet meerdere keren, je zou het zelf kunnen met je rechterhand, kun je zelf zorgen dat het punt weer in balans komt. Oké, dus met rechterhand moet ik over mijn staartbeen heen. Ja. En dan zul je zien dat het daar wat bij jou meten, bij jouw rechtse hersenhelft, hippocampus, die zit daarachter, daar hebben we twee. Die zitten daar. Opslag van emotioneel geheugen. Dan zul je zien dat het daar wegzakt. Oké. Dus ik op mijn rechterhand op mijn staartbeen zit. Juist. Ja. Ik zou zeggen zo'n sticker opplakken. Die zeg maar yang is georiënteerd. Meer yang is yin is. Ja. En die zegt van, oh, zegt, mooi, welke energie geef je daar? Van nodig. Ja. En daar is al die principes in dit eigenlijk op berust, op die manier. En voelde je net dan, als je bij mij bezig bent, dan gaat die recht of links? Of wat gaat dan? Ja, wat voel je dan? Dan merk je natuurlijk dat die spiertrek in je handen. Dus dan gaat die weg doen, die doet dit omklappen. Ja, oké. Dus dan is het geen of jammer. Links is yin. Bij jouw stuitje heeft net de linkskant gereageerd. En jouw hoofd was rechts. Oh. Jan. Ah, nou, helemaal fantastisch. Dus als klap voetbal zal ik even aantonen of het zo is. Ja. Dus als ik dus dit doe bij jou, dan moet aan de rechtse kant gaat jouw hoofd rustig worden. Dan zie je het verband tussen het een en het ander. Wees natuurlijk dus jouw wortelchakra, dat stuitje, magnetiseren met mijn rechtse hand. Ja. Ja, het voelt wel iets lichter worden, ja. Moet je even draaien, zo ja. Dan ga ik jouw hippocampus aan de rechtse kant meten. Oké. Ja, kijk, nou is je hoofd rustig. Nou is je hoofd rustig, omdat het doorstroomt. Ja. Dan moet je rechtsom draaien. Ja, maar dat blijft natuurlijk niet, want het lichaam heeft iets opgebouwd, hè. Ja. Dan moet je veranderingen brengen. Ja, die veranderingen, blijf doen. Ik zeg vaak, maar probeer het zelf, maar in principe... zo'n neutralisator die ik dan doe, je laat je heel dag opzetten, misschien een week, misschien twee weken, tot je lichaam zegt, nou moet het rust, nou heb ik voor genoeg energie doorheen. Ja, tuurlijk, je moet je lichaam steunen. Hè? Je moet, dus het was een heel duidelijk geval. Nou, super zeg. Interessant hoor, hè, hoe dat allemaal werkt. Wat een gaaf iets, jongens, overweg van woede. Heb je dat zelf gemaakt van weg van woede? Of kan je dat ergens kopen? Ja, we hebben toen in de tijd van iemand gezien hoe het werkt. Dus je hebt gewoon nagemaakt. Verder natuurlijk eigen gemaakt. Het duurt wel jaren voordat je echt die gevoeligheid ontwikkelt. Ja. Maar ik meet het dan meteen. Ja. Ik hoef echt niet meer te twijfelen. Nee. Maar in het begin deed ik misschien wel 3-4 keer meten. Ik wil hetzelfde meten. Reproduceren. Ja. Ik heb een filosofische meting gedaan met apparatuur. Dat je wil weten wat meet ik. Meten is weten. Dan moest je soms wel 3-4 keer meten. Ja, je moet inderdaad goed gevoel erbij krijgen, maar dat krijg je natuurlijk de training. Kan niet meer fout gaan. Ja, wat geweldig zeg. Super interessant hoe dat allemaal gaat. En als je dan ook zo'n waterader bijvoorbeeld vindt, hè, omdat iemand een put wil slaan, dan weet je toch zeker dat hij daar zit ook gewoon. Dan kan je dus een put maken of een water. Of het moet heel erg diep zitten natuurlijk, maar de meeste putten die staan gaan toch tot 20 meter. En tot 20 meter kan je duidelijk meten of er water zit. Oké. Ja, want hoe breder de uitstraling, hoe dichter er bij het water zit. Oké. En hoe smaller, hoe verder weg. Ja. Dus echt, als je een bron wil maken in je tuin, dan moeten we Theo contacteren. Ja, ik heb dat met een hoop mensen gedaan. Ja, wat fantastisch. Ja. Mensen weer zijn natuurlijk iets oers, hè? Ja, dat is het. Eeuwenoud instrument. Ja. De Egyptenaren kennen het al. De Kelten, de Germanen. Ja. Werden prehistorische culturele plekken mee opgezocht. Hè? Ja, de wiggelroede was een van de eerste instrumenten waar ze de toekomst mee gingen voorspellen. Ja, wat jij zegt. Ja, en dan nog met hout en zo is dat natuurlijk. Ja. Vaak hadden ze dan zeg maar zo'n tak eigenlijk, die nou wel eens gebruikt als katapult. Hè? Zo'n tak die twee van die... Zo'n twee tijgtwijgjes. Ja, en dan zag je welke punt, welke kant op ging eigenlijk. Juist. Ja, en zo meten je de energie. Ja, het wordt nog wel gedaan, hè? Ja. Ja. Ja, nee, je ziet het, ik ben er ook een van. Ja, ik heb het weer opgepakt. Ja, en, brengt er weer nieuw leven in. Ja, ik vond het heel leuk, maar het is zo geworden. Maar ik vond het heel interessant om ook kennis te nemen van
wat is nou eigenlijk energie en hoe werkt het op ons? Ja. Nou ja, dus dat is het natuurlijk ook. Hè? En vooral met je geschiedenis, wat je allemaal hebt meegemaakt, ook in je werk, hoe je dat allemaal hebt ervaren en zo. Dat is natuurlijk een enorme rijkdom aan kennis. Ja. En het is alleen apart hè, dat, dan die, dat ze dat niet meer gebruiken, die technologie. Hè? Dat ze nu weer wat anders gebruiken met die tv's. Hebben ze nu natuurlijk plasma's of LCD's. Dat schermen, je hebt een heel ander principe. Ja. Dus dit, en dat werkt niet met... magnetische velden? Nee, niet zo in ieder geval. Nee. Ze maken gewoon ook elektromagneten. En daar is het niet zo belangrijk of de Noordpool en Zuidpool precies even sterk is. Ah, oké. Okay. Maar voor ons lichaam is het wel belangrijk. Mm-hmm. Ja. Die poolsterktes van de Noord- en Zuidpolen zijn voor ons lichaam erg belangrijk. Mm-hmm. Want die verpesten ons eigen systeem. Mm-hmm. Van twee magneten is één magneet de baas van de ander. Mm-hmm. Mm-hmm. En die uit balans is, die maakt jou ook uit balans. Ja. Dat is een verstoring, verstoort jouw energie. Ja. Dat is toch anders weer als de magneetvelden van een Tesla of zo. Dus, dat is wel weer wat anders. Ja. Ja, dan komt dit niet zo te sprake. Noordpool en Zuidpool zijn allebei wel sterk. Mm-hmm. Heel sterk zelfs, een heel sterke magneet. Mm-hmm. Maar de magnetische velden waar wij over praten zijn zeer subtiele. Mijn stickers blijven nergens aanplakken. Okay. Het zijn magnetische velden. Maar het is niet zo dat jij daar plakken. Nee, ik snap het. Zo weinig. Ja. Wij blijven ook niet plakken. Nee. Dus het is een heel subtiel magnetisch veld. Ja. Dat kun je nauwelijks meten met bestaande apparatuur. Ja. Ja, want anders zouden we natuurlijk overal aan vastplakken. En soms heb je wel mensen die kunnen gewoon een vork of een mes op hun lichaam laten plakken. Zo kunnen dat een heel erg sterke de geest van mensen sterk, maar wij zitten dus ook elektrisch in elkaar. Hè? Mm-hmm. Ons hart werkt met elektrische prikkels. Mm-hmm. Dus wij produceren een elektromagnetisch veld. Mm-hmm. Omdat wij een energiebron zijn, hebben we een elektromagnetisch veld. Ja. Dus het woord zegt al, elektromagnetisch, dus daar kun je allerlei dingen mee doen. Ja. En met de ene is sterker dan met de andere. Ja, elektromagnetisch, net zoals van de kwantumfysica, hè? Ja. Maar dat komt omdat wij elektrisch in elkaar zitten ook, hè? Dus lichaam is organisch, komen er elektrische prikkeltjes in je hart telkens. Hè? Mm-hmm. Dan ben je elke energiebron. Mm-hmm. En een energiebron heeft altijd een magnetisch veld. Ja. En dat is die aura. Ja, en dat is eigenlijk wat wij kleuren. Ja. Die kleuren allemaal. Ja, dat is prachtig, hè? Die kleuren hebben ook allemaal weer een betekenis. Dus absoluut. Al die kleuren zijn mooi wit is mooi zijn. Hè? Ja. Je hebt sowieso een wit dingetje aan, dus dat scheelt ook. Alles iets gemaakt, hè? Ja. Je woont in een stad of in een dorp. En dat dorp wil jij een beetje schoon hebben, want je kind woont er, je moeder woont er, je vader woont er. Dan wil je een beetje. Niet alleen in je eigen huis, maar in het dorp of in de stad moet je het ook goed hebben. Ja. Dan doet die sticker die weer 3 kilometer. Ja, dat is fantastisch. Dus de rust in je eigen omgeving, ook als je naar de winkel toe fietst. Ja. Dan de rust buiten je huis, hè? Als je buiten je huis komt. Mm-hmm. Dan kun je zeggen, maar ik voel dingen. Hè? Mm-hmm. De mensen zijn met wifi's, boven en onder, op alle kanten. Je voelt alles. Kleine antennes bij jou in de buurt. Dus dat is voor buiten. En dan de hanger. Het laatste een beetje, deze voor als jij jezelf wilt beschermen, buiten de 3 kilometer bij wijze van spreken, maar in de trein, in de auto, er zit mijn vriendin in de trein, iedereen zit te appen, en je krijgt daar last van, sommige mensen hebben er last van. Hè? Ja, natuurlijk. Nee, maar sommige mensen, heel veel mensen weten niet eens wat hen overkomt. Hè? Ja. Sommige mensen voelen misschien wel kunnen iets, maar die hebben geen idee, die denken gewoon ik krijg een griepje of zo. Ja. Maar heel veel mensen zijn zich daar wel bewust van. Die denken, hey, er gebeurt iets. Ineens verander mijn energieveld. Hè? En dan voelen ze het niet lekker. Ze kunnen niet plaatsen. Ja, dus het is fantastisch. Dus daar is die persoonlijke hanger voor bedoeld. Dus deze die aan een koordje hangt. Want jouw hart is het eerste wat reageert op een andermans energie. Mm-hmm. Die zegt, hey, jongens, er gebeurt iets met jou. Ja. Dat wil ik niet. Dan gaat hij je hoofd... combineren, begint je hoofd actief te worden. Mm-hmm. Dus dat kun je allemaal voelen. Mm-hmm. Dat voelt niet lekker aan. Mm-hmm. Als dit ding nou weer ophangt, dan gebeurt daar niks met je hart. Dan zeg je van nee, ik ben niet de baas. Kom maar op met je straling van alle kanten. Ik bepaal hier dat een balans blijft. Ja. En als je hart een balans voelt, doet hij niks. Ja, want dat is eigenlijk precies wat je met die beeldbuizen dus ook had. Hè? Dus je hebt dat magneetje, dat zorgt ervoor dat dat magnetische veld dus geen invloed had juist. Op die tv. Juist. Ja. Ja.
En daarom kon het in India, dus had je iets nodig van Indiase veld. Dus dat meten je. Juist, en zet je daarin. Ja, en dit is dan hier ook gemeten van Nederland? Of hoe is dat? Dat zie je ook gemeten, ja zeker. Dus het ligt helemaal op kaart, dit er vast. Hè. Een vaste kaart, die kun je denk ik zo op internet downloaden. Van hoe de magnetische veldlijnen lopen over de aarde, met welke waarde. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hier is dat ongeveer 13e Gauss. En die lijn loopt zeg maar over Zweden heen en zo naar Spanje, Portugal. En die hebben allemaal dezelfde uitstraling, dezelfde magnetische veldsterkte. Maar over Londen heen, hè, of over Noordzee heen, daar is het weer anders. Ja. Dus daar, daar ligt voor de waarde 0,25. Mm-hmm. En Amsterdam ligt 0,35. En in Duitsland of in Polen ligt bijvoorbeeld 0,45. Dus dat kan je ook anders voelen. Dus stel dat jij er als mens heen gaat. Zou je kunnen voelen, ja. Maar ja, dat is wel heel erg. Of je dat verschil voelt van 0,35. Maar de beeldbuis reageert erop. Oké. Ja. Het is super interessant, jongens. Mensen, hebben jullie dus klachten? Wat je denkt van nou, dat heeft met straling te maken. Of ben je misschien heel wat vermoeid? Of denk je, nou, ik kan s'nachts niet slapen omdat jou, misschien heb je wel het gevoel dat er een wateradem onder ligt. Of weet je het zelf niet eens. Nou, dan zou ik zeggen, joh, neem contact op met Theo. Ik zal de contactgegevens hier beneden onder in de beschrijving zetten. En vraag hem om alle informatie, want hij weet alles. En natuurlijk zijn fantastische stickers. Ja. Dus lieve mensen, ik raad Theo absoluut aan. En ik wil je hartelijk bedanken, lieve Theo, voor jouw tijd en voor het mooie interview, je gesprek en de mooie dingen die je doet. Je bent zo dienstbaar voor de mensheid. We hebben dat nu allemaal hard nodig. Dus, je hebt het heel mooi gezegd. Dienstbaar voor de mensheid is misschien wel te mooi, maar zeker ook, het is een interessegebied voor mij. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat dit nou ook de wereld ingaat. Ja. De mensen die al weten wat er is, dus iets kunnen doen. Ja. Mocht 5G allemaal doorgaan, dan zijn mijn neutralisators ook geschikt voor 5G. En ik hoop voor iedereen dat het niet doorgaat, want het wordt niet fijner door die 5G. Absoluut niet fijner. Het komt allemaal dichterbij. Je kunt allemaal dicht bij je huis krijgen. Allemaal zendantennetjes staan waar we nu willen. Maar als het wel doorgaat. Heb ik in ieder geval een remedie. Ja, dan weet je in ieder geval hoe je in ieder geval je kracht bij je houdt. Juist. Ja. Ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop abonneren en misschien enkele video meer van mij. Doei!